Dit is het TV West Nieuws van woensdag 24 december. Met daarin: onschuldige Zoetermeerder raakt zwaar gewond door vuurwerkbom. De laatste dag voor kerst is het zoals altijd nog even hollen voor de boodschappen. En dringend gezocht, deze kat in Zoetermeer, want hij zit met zijn hoofd vast in een jampot. Dames en heren, goedenavond. Een onschuldige Zoetermeerder is zwaar gewond geraakt door een vuurwerkbom. Gisteravond ging op de Justus van Effenhoven in Zoetermeer een vuurwerkbom af onder een auto. En toen een buurtbewoner zijn auto in veiligheid probeerde te brengen, vatte hij zelf vlam. Wij hebben helemaal geen kerstdagen meer. Ja, hij ligt in een coma, dus ik moet nu alleen maar regelen dingen en ga ik naar het ziekenhuis. Dus mijn kerstdagen, denk ik, daar zijn in Rotterdam in ziekenhuis. Marlene had zich de kerstdagen heel anders voorgesteld toen gisteravond een vuurwerkbom afging in de Zoetermeerse wijk Buitenweg. Omwonenden kijken verbijsterd toe als drie auto's in vlammen opgaan. Heb je lef om je auto weg te halen? Hè? Wat de hel gek. Sommigen proberen met gevaar voor eigen leven hun auto te redden. Voor de man van Marlene gaat dat mis. Terwijl hij in zijn auto springt, vliegt zijn jas in brand. Hij moet met zware brandwonden naar het ziekenhuis. De volgende ochtend resteert een zwarte plek met as. De auto's zijn weggesleept en de buurt is zich rot geschrokken. Nou, gisteravond, ik denk om 9:30 hoorden we een gigantische knal. Nou echt, dat was ongelooflijk. Ik dacht dat mijn ruiten eruit knalden. Ja, toen zagen we een grote rookpluim boven het flatje hier. Met de lichtflikkeringen van het vuur, zeg maar. En toen kwamen alle ambulance en de politie en van alles eigenlijk. Ja, dat is jas van mijn man toen hij gaat in de auto. De man van Marlene is verminkt voor het leven. Dat is het hele gezicht is verbrand. Hij heeft dit stukje geen haren en lippen zijn echt. En gaande met de gaande is erg. Dat is erg met de gaande. Dus die dokter zei dat waarschijnlijk hij moet geopereerd worden. Hij moet transplantatie hebben. Onduidelijk is nog wie er zo gek is geweest om een zware vuurwerkbom onder een auto af te steken. Je kunt zich voorstellen dat het een enorme impact heeft op de bewoners en het gezin wat hierdoor getroffen is. We willen deze daders ook zo snel mogelijk van de straat hebben en daarom zijn we op zoek naar getuigen van dit incident. De kersverse nieuwe gemeente Krimpenerwaard heeft haar nieuwe wethouders en coalitieakkoord gepresenteerd. 5 weken geleden waren er in de gemeente voor het eerst verkiezingen. En het college stelt zich nu als belangrijkste doel om alle 11 dorpskernen met elkaar te verbinden. Hier staan ze. En ik ben er ontzettend trots op. Ik wil er een applaus voor hebben. Dit is een moment voor de geschiedenisboeken. De allereerste wethouders en het allereerste coalitieakkoord van de gemeente Krimpenerwaard. Deze coalitie is een afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Nou, u weet, gemeentebelang Krimpenerwaard, mijn partij. De grote winnaar, de VVD, de SGP, dat waren de 3 grootste partijen. En daar hebben we een partner bij gezocht, de CU. Die klopte daar mooi bij. En dat maakte 19 zetels. En we hebben een ruime meerderheid van de 31 zetels. Zijn we er klaar voor? Slechts 5 weken na de gemeenteraadsverkiezingen is het Willem Schoof gelukt om een college te presenteren. Een hele prestatie, aangezien de wethouders uit allemaal verschillende dorpskernen komen. De afgelopen ruim 8 jaar ben ik wethouder geweest in de gemeente Bergambacht. Momenteel ben ik raadslid in de gemeente Vlist. Ik ben geboren en getogen hier in Schoonhoven. Oude Kerk is wel helemaal mijn gemeente. Ja, met 11 dorpskernen en 5 voormalige gemeentes is het nu de uitdaging om te zorgen dat iedereen voor het belang van de Krimpenerwaard opkomt. En niet alleen voor zijn eigen oude dorpskern. Staat u hier namens Schoonhoven of staat u hier namens Krimpenerwaard? Nee, wij zijn de verkiezingen ingegaan als partij voor de hele Krimpenerwaard. We hebben overal onze achterban zitten. Daar ben je door gekozen als raadslid, maar als wethouder zit je namens iedereen. Eerst is het een beetje zuur, maar daarna moet je vooral vooruitkijken en dan de kansen pakken en de kansen benutten. En de Krimpenerwaard heeft alle kansen in zich, dus ik heb daar echt vertrouwen in. Bewoners vinden vooral de voorzieningen belangrijk, bleek tijdens de verkiezingen. De vraag is hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Neem bijvoorbeeld het verkrijgen van een paspoort. Dat kan nu op 5 plaatsen worden verkregen. Nou, de vraag is natuurlijk, blijven we dat 5 plaatsen met alles wat daar aan vast zit? Of maak je daar
één loket van. Wij willen de voorzieningen behouden in de kernen. Dat is wel een opgave, daar gaan we vanuit. Maar als dat niet lukt, ja, dan zullen we hier en daar keuzes moeten maken. En we moeten een mooie, sterke, krachtige Krimpenermaardgemeente neer gaan zetten. En u ziet het aan, ik heb daar heel veel energie in en we gaan het ook doen. De oliebollenkraam van Ton van Weert in Alphen aan de Rijn dreigt te verdwijnen. De gemeente wil dat hij na 13 jaar op een andere plaats gaat staan. Maar dat gaat Ton veel klandizie kosten, denkt hij. En hij is daarom een handtekeningactie gestart. De Alphense brug is al 13 jaar de vaste stek van de oliebollenkraam van Ton van Weert. Maar daar mag hij volgend jaar niet meer staan. Enkele buurtbewoners hebben last van de geur en vinden dat hun uitzicht op de Rijn wordt verpest. Alsjeblieft. Als ik het vanaf de brug bekijk, vind ik het meevallen. Kijk, natuurlijk, de eerste bewoner die kijkt er eigenlijk net aan overheen. Vindt het ook iets, moet dat ook een beetje de ondernemers in de gaten houden, vind ik. En dus is er een handtekeningenactie op touw gezet. Ik vond het zo belachelijk. Ik denk dat we sinds vrijdagmiddag tussen de 12 en de 1300 handtekeningen zitten nu. Ja, allemaal positieve berichten. Zelfs mensen die kwaad zijn. De gemeente Alphen heeft Van Weert een vervangende plek aangeboden. Ongeveer 500 meter verderop, vlakbij een winkelcentrum. Nou, de gemeente had gezegd dat we eventueel hier voor 1 of 2 jaar kunnen staan. Maar ja, je ziet dat daar steken de mensen over, de stap in de auto's. Ja, dan kom je hier af en toe natuurlijk wel verkeer langs, oké. Maar dat is ook weer lastig met stoppen of iets dergelijks. Nee, dit zie ik niet zitten. Zelf heeft Van Weert ook een alternatieve locatie op het oog. Hier ken ik precies, als ik hiervoor sta. Heb de markt er over zaterdags ook geen last van. Want ook zij zien de oliebollenkraam liever niet komen. Het wordt dus een lastig verhaal. En Van Weert heeft zijn hoop nu gevestigd op zijn handtekeningactie. Dank u wel, mevrouw. En de gemeente wil pas reageren nadat het onderwerp in de gemeenteraad ter sprake is geweest. De eigenaresse van een tabakswinkel in Bodegraven is vanmorgen door overvallers in elkaar geslagen. Dat vertelt haar zoon tegen Omroep West. De overvallers zouden alleen wat sigaretten meegenomen hebben. De eigenaresse van de winkel in de Kerkstraat is erg aangeslagen, maar ze is wel weer aan het werk. De straat was in de ochtend afgezet, maar is in de loop van de ochtend weer vrijgegeven. Veel gemeenten hebben problemen met het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zo had Den Haag op 1 december dit jaar in totaal 110 asielzoekers geplaatst, terwijl de doelstelling van het Rijk ruim 300 was. Zoetermeer heeft 28 mensen nog niet geplaatst en Leiden 42. Op omroepwest.nl kunt u bij ons bericht hierover van vanmiddag zien hoeveel asielzoekers er bij u in de gemeente nog gehuisvest moeten worden. De 20-jarige man die in juni een 16-jarig meisje op de Kanaalweg in Leiden doodreed, hoeft niet terug naar de gevangenis. Hij is door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De Leidenaar reed met 115 km per uur over de Kanaalweg toen hij het meisje uit Leidendorp schepte. Je mag daar 50 km per uur rijden. Toch wordt hij niet veroordeeld voor doodslag en ook niet voor roekeloosheid. Hiervoor ontbreekt volgens de rechter bewijs. Bent u er al een beetje klaar voor? Het is kerstavond en dat betekent voor veel mensen flink uitpakken met eten. Of andere leuke dingen doen met familie. Maar wat het ook wordt en hoe het ook gaat beleven, aan de kerstsfeer is haast niet te ontkomen. It's the most wonderful time of the year. Ja, allemaal bij elkaar zijn en gezellige spelletjes doen. Voor mij is het tijd van familie. Ja, gezelligheid, lekker eten, wijntjes drinken. It's the most wonderful time. Kerst, een moment van samen zijn met familie bijvoorbeeld of vrienden. Maar geen kerst zonder gedegen voorbereiding. En zoals elk jaar doen heel veel mensen dat op het allerlaatste moment. Echt een topdag. Echte drukte en eigenlijk ook misschien wel het mooiste dag van het jaar om hier te werken. Ja. Zegt de ondernemer, maar de klant die moet aan de slag in de keuken. Het voorgerecht zijn portobello's gevuld met geitenkaas en gedroogde tomaten. En het toetje is witte chocolademousse. Het was druk, hè? Veel te druk. Gaat vanzelf weer voorbij en volgend jaar doen we dit gewoon wederom. Dan naar de rust in de grote kerk van Den Haag, waar vrijwilligers de laatste hand leggen aan de versiering. Deze lange linten zullen heel fraai staan op de zuilonderkant, want dit wordt in de guirlanden gemaakt. En dan hangen de linten
zo mooi naar beneden. Kerst is een feest van blijheid, licht, versieren. Dus maak het dan ook als het kan zo mooi mogelijk. En zo mooi mogelijk wordt met iedereen die wil vanavond het kerstverhaal herbeleefd. Hoe word je opnieuw als mens, hoe word je als samenleving weer opnieuw geboren? Hoe kun je weer verder? Ja, we gaan kerst hier vieren. Kerstmis, voor de een dus een periode om naar uit te kijken, maar voor de ander... Het is elk jaar hetzelfde, iedereen in de stress. Je zou zeggen, het zou een keer afgelopen moeten zijn, hè, onderhand. Maar ja, je stinkt elk jaar weer in en elk jaar doe je weer mee. Tja, hoe dan ook. Fijne kerst voor iedereen. Merry Christmas, everyone. Een gelukkig kerstfeest. Niet iedereen viert kerst op deze manier. Voor de Saoedische Mohammed bin Talal zien de komende dagen er heel anders uit. Al 179 dagen leeft hij op een stoel voor het Centraal Station van Leiden. Door verschillende oorzaken raakte hij dakloos. En van de gemeente mag hij bij het station blijven, zolang hij niet voor overlast zorgt. Terwijl iedereen de laatste kerstboodschappen doet en zich opmaakt voor een mooi nieuwjaar, woont Mohammed op het koude stationsplein, dag en nacht. Hoe voelt dat? It feels very good actually. I've been sitting here for 6 months and so far so good. I'm having a very good time here. You're happy? I am very, very happy. This is all the stuff given to me by the people of Leiden and the visitor of the city of Leiden. We have food over here, drinks, and then we have more food over there. And then there is a blanket and my clothes. So people are not the bad as we think? People are much, much better than we ever thought they are. Mohammed slaapt op een stoel en gaat naar de wc op het station. En toch is hij tevreden. Hij heeft wel één wens voor 2015. For the next year I wish I can spend a lovely time with my three children. Selma, Faisal and Nahav. You're a very positive man. Yes, I am very positive. I'm very grateful for what I have. Who gives you the courage? The belief in God and the belief in myself give me great deal of courage. En hij heeft nog een boodschap voor zijn Leidse helpers. I wish them the best of the best of the best. I also wish for them to have a lovely and comfortable and secure life. Een kat in het Westerpark in Zoetermeer loopt al dagen met een lege jampot op zijn hoofd. En ondanks een zoektocht van de dierenambulance is de kat nog steeds spoorloos. De tijd begint te dringen, want op deze manier kan hij niet lang overleven. In dit bosje is hij voor het eerst gemeld gisteren. Door voorbijganger. En helaas heeft hij weten te ontsnappen naar de overkant. Zoiets opmerkelijks maken ze bij de dierenambulance niet vaak mee. Ze zijn al 4 dagen op zoek naar deze kat. Je ziet het goed, een kat met een jampotje over zijn hoofd. Het laatst gezien gisteren en vastgelegd op de foto. Nou, hier lag waarschijnlijk een potje met wat lekkers erin. De kat heeft waarschijnlijk gedacht, van, nou, dat ruikt heel lekker. Hij heeft zijn hoofd in het potje gestopt. En is vervolgens... vast komen te zitten met zijn hoofd in het potje en daar niet meer weten uit te komen. Ja, hij kan overal zitten, het park is behoorlijk groot. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, zeker op dit moment. Maar ook al zie je hem dan nog, als hij hier inkruipt, dan kom je er niet bij. Toch is die kat een aantal keer gespot door wandelaars. Gisteren heb ik de kat gevonden. Het was, kon woordendicht naderen, tot een 50 centimeter. Toen had ik er bij de staart, maar dat was onvoldoende. Ontglipte ze weer. Dus daarna hebben we er niet meer te pakken gekregen. Ik hoor van voorbijgangers dat ze redelijk dichtbij kunnen komen. Alleen de laatste meter, dan hoort hij ineens iets in het potje en rent hij er vandoor. Zelfs de brandweer is ingeschakeld om de kat te vangen. Maar ook hun is het niet gelukt. Nu begint het gevaarlijk te worden voor de kat. Ja, hij kan niet drinken, hij kan niet eten. Het is wel echt een levensgevaarlijke situatie. En dat is ook echt de reden waarom we hem echt moeten gaan vinden. Dus zo lang als een week... Naar mijn idee gaat dat niet lukken. Nog een poging. Er is een vangkooi neergezet. Ze hopen dat hij toch een beetje op de lucht afkomt. En zichzelf vangt. En dan kunnen we hem bevrijden. Ineens duikt er een kat op, maar zonder jampotje op zijn kop. Dat is hem dus niet. En de kooi, die blijft leeg. Geen kat helaas. De kat is nog altijd spoorloos. Het weer dan. Hier is Huub Musee. De komende dagen wordt het geleidelijk kouder met zaterdag een onaangename dag met regen, natte sneeuw. Daarna mogelijk winterweer, maar of dat echt een stabiele winterperiode wordt, dat is nog onzeker. In ieder geval, gisteravond hadden we nog bijzonder mooie schemeringskleuren. Avondrood, maar dat leidde er niet toe dat we mooi weer kregen. Integendeel, want later afgelopen nacht en vanochtend vroeg hadden we te maken met regen. Die regen hadden we vanochtend met name, die trok langzaam naar het zuidoosten weg.
In de loop van de dag kregen we wat meer opklaringen, vooral vanmiddag althans in ieder geval. En die wind die is daarbij afgenomen. Vanmiddag hadden we een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Vanochtend vroeg was het nog 10, vanmiddag zo'n 8 graden. De komende avondnacht wordt het geleidelijk aan nog wat kouder. We hebben dan die west- tot noordwestenwind die later vannacht aan de kust alweer gaat aantrekken tot vrij krachtig of krachtig. En we hebben dan een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en een minimumtemperatuur van ongeveer 6 graden. En dan morgen op eerste kerstdag. Dan hebben we een afwisseling van nu en dan zon, maar in de loop van de dag ook een aantal buien, later mogelijk ook met hagel. De wind daarbij noordwestelijk, matig tot vrij krachtig. Aan de kust toch wel weer krachtig, windkracht 6. En dan met een maximumtemperatuur van 8 graden. En vrijdag, tweede kerstdag, een heel stuk rustiger. In de vroege ochtend hebben we temperaturen dicht bij het vriespunt. Dan hebben we ook nog opklaringen. Later op de dag komt er meer bewolking. De wind aanvankelijk zwak en veranderlijk, wordt later zuid-zuidwestelijk. Gaat dan ook weer wat aantrekken. En op tweede kerstdag, 's middags, wordt het ongeveer 6 graden. Dankjewel, Huub. Tot zover dit TV West Nieuws. Hier kunt u zometeen kijken naar het kersthuis. Vandaag in Zoeterwoude bij Lidwien. En haar huis is niet te missen. Het is buiten zo prachtig. Is het binnen ook zo mooi? Dan blijf je lekker buiten. De gastvrijheid gaan we ook testen. Hè? Kijk uit, kijk uit. Anders maak ik meteen een aantekening in mijn rapport. Hoi, ik ben Jet. Lidwien is de laatste kandidaat van het kersthuis 2014. De finale is te zien op tweede kerstdag hier op TV West. En verder vanavond kunt u hier genieten van het kerstconcert van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag vanuit de Nieuwe Kerk. En een samenvatting van de kerstmuziekspecial in de Oude Kerk in Delft is morgen hier te zien. Wij zijn er morgenmiddag om 5 uur met een kort nieuwsbulletin. Tweede kerstdag is er weer om 5:30 een TV West nieuws. Op omroepwest.nl, de apps en op Radio West 89.3 FM wordt u natuurlijk constant op de hoogte gehouden van het nieuws in de regio. Ik wens u prettige kerstdagen en maak er vanavond een mooie kerstavond van.